hele goede middag, beste kijkers. Welkom bij een nieuwe video van Carpenhunts. Het voorjaar is eindelijk begonnen. We kunnen eindelijk los. En ik ga jullie een paar tips proberen mee te geven, zodat jullie wat succesvoller kunnen zijn in jullie visserij. Een paar dingen die ik wil bespreken, die heb ik uit eigen ervaring. En neem ik eigenlijk in 99% van mijn visserij mee. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. En veel kijkplezier. Tip 1 die ik jullie wil meegeven is: probeer eens te vissen met een slappe lijn. Een aantal vissers om me heen zie ik nog steeds vissen met een strakke lijn. En de nadeel hiervan is: mocht die karper er tegen aanzwemmen, kan het zijn dat hij argwaan krijgt en vervolgens niet meer tot aasen aan te zetten is. Een slappe lijn zorgt er dan ook voor dat als die vis tegen die lijn aanzwemt, dat het veel natuurlijker overkomt. En dit doe ik eigenlijk in 99% van mijn visserij. Let wel, mocht je een obstakelvisserij beoefenen of vissen tegen een obstakel aan, dan kan het zijn, omdat je dus een slappe lijn vist, dat hij een paar meter kan zwemmen zonder dat jij beetregistratie krijgt. Probeer dan niet tegen obstakels met een slappe lijn te vissen. Dit gaat je vis kosten en het is gewoon zonde van de vis. Tip 2 die ik jullie wil meegeven: zorg alsjeblieft dat je schepnet klaar ligt. Ben je een nog niet ervaren visser en zit je in je eentje, het kan zijn dat als jij je hengel inlegt, dat die hengel binnen een paar minuten afgaat en je hebt vervolgens geen schepnet klaar liggen. Leg dan ook je onthaakmat klaar met de slinger in, zodat je de vis makkelijk kan onthaken, even weg kan zakken en gelijk weer die hengel erin kan leggen. Het is namelijk zo dat als je één aanbeet krijgt, vaak als je hem snel weer inlegt, krijg je daarna heel snel nog een aanbeet. Nou, tip 3 die ik jullie wil meegeven is het vissen met PVA-foompjes. Ik heb hier een zak met PVA-foompjes. Ik pak hier altijd twee van. Die kneed ik om mijn haak heen en vervolgens ga ik werpen. Het voordeel hiervan is dat je je montage veel minder snel in de knup gooit. En dat je altijd weet dat je goed aan het vissen bent. Het kost niet veel, je kan er best lang mee doen. Dus ja, dan als het je extra vis oplevert, waarom zou je het niet doen? Tip 4 die ik jullie wil meegeven is het vissen met attractief aas. Op dit moment zijn er zoveel boilies op de markt, dus waar jullie voor kiezen moeten jullie zelf weten. Maar in mijn geval, Saga Bait Choco Fudge doet het voor mij in de instant sessies gewoon enorm goed. Je kunt hem ook vissen met de bijbehorende dip of pop-ups. Ik vis mijne vaak in een snowman montage tijdens instant sessies. Zo weet ik zeker dat ik goed ligt te vissen en dat mijn aas gewoon goed zijn werk doet. Dit zorgt natuurlijk in een jaarbasis dat je veel meer vis op de kant krijgt. Bespaar niet op je boilies, bespaar niet op je end tackle. Koop liever een hengel van 20 euro en zorg dat die laatste meter die in het water ligt gewoon perfect is. Want dat gaat je vis opleveren en niet je hengels, omdat je misschien een metertje verder kan werpen. Tip 5 is misschien wel de allerbelangrijkste van allemaal en dat is het vissen met een visveilig systeem. Je ziet tegenwoordig op parkwatertjes heel veel kapotte bekken van de vis en dit komt omdat er niet veilige vis wordt. Tegenwoordig is er geen excuus meer voor, want op de markt zijn er zoveel systemen, kant en klaar, niet al te duur en gewoon visveilig. In mijn geval vis ik met de nieuwe LED clip een pole position tackle. Het voordeel hiervan is, hij wordt uit het centrale punt gehaakt, dus zodra die vis met de kop schudt, schiet het lood los, zodat hij vervolgens niet het lood kan gebruiken om de haak te lossen. Het voordeel hiervan ook is, omdat hij uit het centrale punt wordt gehaakt, zal hij veel meer het gewicht van het lood gebruiken. En zo zorg je ervoor dat er een stuk minder kapotte bekken komen. Nou, tip 6 die ik jullie wil meegeven is kiezen voor een goede hoofdlijn. In mijn geval de Fluorocarbon 3500ste slacklijner van Strategy. Het voordeel is aan deze lijn dat hij ze super snel zien. Hij slijt vast en laat zich lekker werpen. En de prijs is gewoon echt super voor dit lijntje. Het voordeel is aan de snel zinkende lijn. Is dat omdat hij zo snel zinkt heb je minder kans dat de karper in contact komt met een nog strak afzinkende lijn. En dit gaat je op jaarbasis een aantal karpers meer opleveren. Daar ben ik 100% van overtuigd. Nou, zo zie je maar weer, 20 minuten vissen, kleine schub op de kant, super blij mee. En zo zie je maar weer dat als je je goed voorbereidt, je veel makkelijker een vis kan hanteren. En deze schub kon het aasje niet weerstaan. We gaan deze even terugzetten, gaan wij even verder vissen. Ik hoop dat jullie wat aan de tips hebben gehad. Vond je de video vet, vergeet dan niet een duimpje omhoog achter te laten. Vergeet niet te abonneren. Tot de volgende video. Stories, I'm a fool for your love.